Met een aantal mensen een politieke organisatie opgericht onder de naam Alternatief 2020. Meneer Steven, met nadruk op Steven, waarom een nieuwe politieke partij? Wel, het is heel simpel. Goedenavond, kijkers. En ook Farid, goedenavond. Het is simpel dat je een nieuwe politieke partij opent, omdat als je kijkt naar wat we de afgelopen 40 jaar gezien hebben, dan merk je toch dat de ideologie die de meeste Surinamers zoeken niet aanwezig is. En ook het soort leiderschap dat je zoekt niet aanwezig is. Om niemand tekort te doen, maar je merkt wel dat in de afgelopen 40, 50 jaar men meer zich gericht heeft op partijpolitiek. En politiek waarbij loyalisten en financierders en partijgenoten eigenlijk meer geaccommodeerd worden. En het was een beetje gemis van een echte nationale visie, waarbij welke politieke partij ook aan de macht komt, ook een continuering heeft van wat er al voor was. Dus dat mis je. In onze belevingswereld, heden ten dagen, zoek je toch leiders die niet alleen in een oppositie of een coalitie zitten als politicus, om alles te doen om een regering naar huis te sturen. Dus wat wij zoeken, wat de meeste mensen zoeken, zien we niet. Dus wij hebben gezegd, laten wij het volk van Suriname een alternatief geven, waardoor wij een ander soort ideologie gaan verspreiden. Een nieuwe boodschap, een boodschap van hoop. Onze slogan is, het kan anders. Dus dat je op andere manier wel politiek kan voeren. Ja. Meneer Steven Rijmen, als ik het goed begrepen heb, heeft het een poos geduurd voor u tot het besluit bent gekomen om een partij op te richten. Ik heb begrepen dat u ook vertelde dat u ingeving hebt gehad, dat u iets moet gaan doen. Hoe is dat gebeurd? Absoluut. Als voorganger in mijn dagelijkse beroep is het zo dat je eigenlijk dagelijks geconfronteerd wordt met de sociale armoede en de sociale problemen die aanwezig zijn in Suriname. Sommige mensen beweren wel dat het heel goed gaat, maar de realiteit is daar. Wij als geestelijke leiders, en ik denk niet alleen meneer Rijmen, maar iedereen die een geestelijke leider is, wordt steeds geconfronteerd met de nood, niet alleen sociaal-maatschappelijk, maar ook de armoede die er heerst in het land. En ik keek altijd ernaar en ik heb vanuit mijn discipline als geestelijke leider geprobeerd steeds om toch erop te wijzen dat wij meer in een samenleving moeten hebben waarbij recht en rechtvaardigheidsbeginsel aanwezig is. Je merkt dat eigenlijk mensen niet luisteren. Ze luisteren pas misschien als je iets gaat doen. En toen kwam dat gevoel in mij. Maar ik heb gezegd, ga nooit politicus worden. En er zijn ook politieke partijen die mij benaderd hebben om te zeggen, Rijmen, Jij bent eigenlijk bezig te prediken voor mensen die al op de goede weg zijn. We hebben je nodig, kom een beetje hervormen. Maar om te gaan hervormen in een andere partij is heel moeilijk. Dus ik keek ernaar en ik zei altijd, ik ga geen politicus worden. Totdat er een moment aankwam dat ik toen een ingeving kreeg, overtuigd. Dat als je aan de zijkant blijft staan en dat je niet in die arena stapt om moreel en moraal terug te brengen, het Surinaamse volk te herbewapenen, dat is aan no go. Hoe zouden wij die ingeving moeten voorstellen? Wat is er gebeurd op het bewust moment dat u zegt, u hebt het gehad? Hoe moeten we dat voorstellen? Simpel. Iedereen die een relatie heeft met God Almachtig, je praat met hem, je kijkt om je nood, een van de dingen die je doet, je bidt voor verandering, je bidt dat dingen veranderd zullen worden, je leert mensen hoe ze de dingen zouden kunnen veranderen. In mijn discipline als voorganger heb ik vaak mijn predikingen gericht op het maatschappelijke, om te zeggen dat luisteren als je christen bent, je bent geestelijke, moet je ervoor zorgen dat jij het verschil bent. Al die predikingen kan je vinden op YouTube. En ik heb steeds geprobeerd, maar op een gegeven moment merkte ik dat, kijk, jij zegt de mensen wat ze moeten doen. Misschien is het misschien de tijd dat jij zelf het voorbeeld zal kunnen demonstreren. Want men zegt, er zijn zoveel geestelijke leiders die jou voor zijn gegaan, maar wat we zien is niet het resultaat dat we gehoopt hadden. Maar dat betekent niet als je
om een voorbeeld nemen, 10 leerkrachten hebt, dat alle 10 misschien hun job niet naar behoren doen. Het betekent misschien dat 1 of 2 het anders doen, misschien gefaald hebben, misschien zich niet gehouden hebben aan didactiek, maar dat betekent niet dat iedereen zo is. Dus ik begon de Heer te zoeken en op een gegeven moment was ik ervan overtuigd dat luister, dit moet je doen. Al is het het laatste wat je gaat doen bij wijze van praten, maar anders ga je altijd met het gevoel zitten, wat als ik toch mijn stem had laten horen? Wat als ik toch in die politieke arena was gegaan? Want wij praten van wat men noemt zo mooi authentiek zijn. Wanneer je authentiek bent, dat betekent dat je niet iets gaat nadoen. Het gaat vanuit jouw binnenste komen. Met andere woorden, eigenlijk wat in je zit gaat naar buiten komen. En als christen weet ik dat een van de dingen die ons geleerd is en die wij ook de mensen leren is dat wij dienstbaar moeten zijn. En dat wij onbaatzuchtig moeten zijn. En dat we liefde moeten hebben voor alle mensen. En we kunnen het blijven prediken vanuit een podium, maar als wij zelf niet op bepaalde treden willen gaan op die sociaal-maatschappelijke ladders, zijn wij niet daar. Wat voor voorbeelden hebben we nu vandaag? We hebben niet de voorbeelden van voor onze jeugd van mensen die anders kunnen zijn. Mensen die niet corrupt kunnen zijn. Ik weet dat heel wat mensen gaan zeggen, ja hij zegt dat zo, maar wanneer hij misschien in die positie komt, gaat het anders. Ik zeg challenge me. Challenge me wanneer ik daar ben en kijk werkelijk als ik gewoon ben gekomen, blabla, of ik vanuit mijn binnenste ben gekomen, overtuigd dat ik dit moet doen om Suriname naar grotere hoogte te brengen. Okay. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans Kul Ajorkel. Wij praten met de heer Steven Rijmen. Hij is voorzitter van de nieuwe politieke organisatie Alternatief 2020. Meneer Rijmen, er zijn ook soortgelijke politieke partijen, nog steeds en ook geweest, vanuit een sterk christelijke invalshoek. We hebben dat recentelijk gezien bij de politieke organisatie DOE. Die heeft tijdens de verkiezingen 1 zetel weten te bemachtigen, terwijl ze wel landelijk bijna 15.000 stemmen hebben gehad. Maar vanwege het kiessysteem zijn ze gevallen op 1. Zou het een normaal systeem zijn, dan zou DOE uitvallen op een gemiddelde van 3 tot 4, wat niet het geval is vanwege het systeem. We hebben ook in het verleden gezien dat de partij is opgehouden te bestaan die in de jaren 60 en in de jaren 70 sterk was. Dat was PSV. Correct, PSV? PSV, ja. Die is later opgegaan, overgenomen en het is DRS geworden toen onder leiding van Marika. Is het noodzakelijk geweest om nog een partij op te richten met zo'n sterk christelijke invalshoek? Waarom hebben jullie elkaar niet kunnen vinden om te zeggen, hey, kijk, we hebben een uitgangspunt en dat is het christelijk geloof. En waarom kunnen jullie de rest niet vinden? Wel, PSV bestaat er niet meer, dat weet u zelf. Ik weet niet, als DOE ooit gezegd heeft, het kan dat ik me vergis dat ze een partij zijn die op christelijke waarden en normen. Ik denk dat ze dat wel gezegd hebben. Dat is bij mij gezegd. Ja. Dus vandaar dat ik die vraag zo stel. Oké, ik denk dat het wel gezegd is, maar er is toch een verschil. Het verschil zit hierin dat wanneer nu een voorganger zelf de oprichter is met andere voorgangers en vanuit een missie dat doet, is het toch een beetje anders. Waarom het anders is? Omdat wij toch een ander soort ideologie hebben die DOE heeft. En ik denk wel dat DOE goed begonnen is en misschien nog goed bezig is. Ik heb me niet echt verdoept in DOE. Maar één ding weet ik zeker, dat voor ons belangrijk is dat die boodschap die wij hebben, veel mensen zeggen het is dezelfde boodschap, maar het is niet dezelfde boodschap. Wanneer wij praten dat wij strijden tegen fundamenteel onrecht, wat houdt dat fundamenteel onrecht? Want fundamentele onrecht houdt in dat elke regering die aan de macht heeft zich moet onderwerpen aan de grondwet. En de grondwet geeft in een aantal artikelen aan dat elke regering ervoor moet zorgen dat die randvoorwaarden creëert, bijvoorbeeld voor arbeid, dat er werk is voor een ieder. Een ander ding dat de grondwet aan toeschrijft is dat elke regering randvoorwaarden moet creëren dat er betaalbare woningen zijn. Dus wij zeggen, wij strijden tegen dat fundamenteel onrecht dat wij vinden dat politieke partijen in feite niet gedaan hebben. En dat is toch weer een andere benadering. Een ander ding dat wij ook zeggen, dus
wij vinden dat wij een totaal andere ideologie hebben. Is dat wij zeggen, wij gaan voor dienstbaar leiderschap. Ik denk dat je dat wel terug kan vinden vanwege de persoon Karel Breveld in Doe. En misschien ook andere leden, maar laten we praten over de leider. Dienstbaar leiderschap heeft te maken dat je onbaatzuchtig bent. En dat je je inzet zal inzetten voor land en volk. En ik weet dat elke politieke partij dat zegt. Maar als je van nature niet dienstbaar bent, ook al zeg je dat als politieke leider, is het voor mij gewoon woorden die geen waarde, waaraan ik geen waarde heb. Wij als geestelijke leider, iedere geestelijke leider is verplicht om zijn leven in te zetten voor zijn medemens. Dus is authenticiteit, dat komt van binnenuit. Een ander ding waarbij wij, dat wij ook propageren is Suriname eerst. Dat betekent dat wij als standpunt hebben dat Suriname altijd in elke deal vooruit moet gaan. En niet alleen Suriname als land, maar ook Suriname als samenleving. En ook Suriname als milieu. Ja, ik wil even terugkomen op die invalshoeken waarom er geen vergelijk is gemaakt met Doe. U hebt al min of meer uitgelegd. Maar ook een andere politicus zit nu momenteel in de coalitie, de heer André Misikaba, die is ook een voorganger van een organisatie. Die is echter de mening toegedaan dat er geen christelijke partij hoeft te komen. We zijn geen christelijke partij, we zijn een partij gestoeid op christelijke waarden en normen. En wij hebben maar dat maakt je een christelijke partij, toch? Nee, omdat een christelijke partij is puur een christelijke partij. Dat betekent dat alleen maar christenen in die partij zijn. Een partij gestoeid op christelijke waarden en normen is een partij die open is voor een ieder. Maar, omdat de waarden en normen van het christendom onder andere zijn dat wij liefde hebben voor alle mensen, ongeacht etniciteit, ongeacht geloof, wie dan ook ze zijn. Correct, maar dat hebben alle religieën. U zegt dat ook, maar de waarden... Elke religie straalt liefde en vrede uit. Absoluut, maar... Een van de meest belangrijkste waarden is dat wij die waarde van dienstbaarheid nemen. Die Jezus Christus gepropageerd heeft en gedemonstreerd heeft. Door te komen en zijn leven in te zetten voor zijn medemens. Ja, uitgaande geloof ik dat wat jullie geloven correct is volgens jullie invalshoeken. Daar kom ik er helemaal niet aan. Ik wil er geen religieuze discussie over hebben. Maar zou dat niet betekenen dat mensen met een religieuze, andere religieuze overtuiging. Met andere woorden de hindoes en de moslims en de overige die nog... pakweg allemaal bij elkaar een 50% van die samenleving uitmaken, zou die mensen kunnen zeggen van, hé, maar kijk, ik vind het leuk wat je doet, maar ik heb toch een andere invalshoek uitgaande van de religieuze invalshoeken. En hetzelfde vraag had ik ook aan toegesteld destijds. Oké, maar waarnaar je moet kijken, Farid, is het volgende. Wat is die ideologie? We hebben sowieso, zijn we gebaseerd op christelijke waarden en normen. En u zegt... in uw beleving als vanuit uw religie, dat wij allemaal van onze medemens houden, wij allemaal onze medemens willen dienen. Dus daar kan je zeggen dat we dan al op gelijke tred zijn. Maar als we kijken naar de ideologie wat betreft het land Suriname, misschien is van ons totaal anders. Wij praten bijvoorbeeld over dienstbare politiek. Wat is die dienstbare politiek? Die dienstbare politiek houdt in dat wij ons gaan inzetten voor die hele samenleving. Niet voor partijgenoten, niet voor selecte mensen in de partij. Die dienstbare politiek willen wij eigenlijk verspreiden. Maar u hebt eerder aan mij ook gezegd, u zult het ook waarschijnlijk gehoord hebben, dit soort uitspraken, nobele uitspraken, laten we zo'n zeer nobele uitspraken, dat hebben tientallen mensen eerder al in hun leven hier in dit land gezegd, maar we zijn er hoogwaarschijnlijk niet echt op vooruit te gaan. Vandaar dat u met een partij bent gekomen. Absoluut. Dat is de reden. Omdat, kijk, iedereen zegt dat we gaan voor land en volk. Maar we hebben het net gezien, toch? Wanneer men moet tekenen, wanneer men eigenlijk als nationalist daar moet staan in die Suralco-akkoord. Zie je dat iedereen als gedwee schapen stemt voor. Wat wij nodig hebben is dat wij een boodschap brengen van dienstbare politiek. En die dienstbare politiek houdt in dat wij niet daar gaan zitten in die assemblee als we gekozen worden voor de partij. We gaan daar voor land en volk. Ja. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Wij praten vandaag met de heer Steven Rijmen. Hij is voorzitter van de politieke organisatie Alternatief 2020. Toen u uw organisatie hebt opgericht, bent u kennis gaan maken, u bent uzelf gaan voorstellen.
bij andere soortgelijke organisaties, zoals CCK, Evangelische Broedergemeente. Wat hebt u ze gezegd toen u bij ons bent geweest? De bedoeling is ook dat wij nog bij andere organisaties, dat zit in de... wij zeggen als A20 dat als je eigenlijk iets doet, is het belangrijk dat je een aantal dingen in acht neemt. Een van de dingen is je vecht tegen fundamenteel onrecht. Wat je als eerste moet gaan doen, moet je gaan inventariseren. Wat is het fundamenteel onrecht dat gepleegd wordt in Suriname? En er zijn zoveel. Kijk, laten we stoppen. Men zegt, het is deze regering die dat doet. Maar bijna alle regeringen, wanneer ze huizen bouwen, wanneer ze bruggen bouwen, doen ze alsof het een tegemoetkoming is aan een volk. Er zijn eigenlijk de grondwet zegt dat elke regering verplicht is om bruggen te bouwen. Elke regering verplicht is om huizen te bouwen. Elke regering verplicht is om randvoorwaarden te scheppen voor arbeid. Elke regering is verplicht om ervoor te zorgen dat de jeugd educatie kan hebben. Dus die dingen zijn geen dat je als partij dat doet zogenaamd. Nee, dat kan niet. Het zijn randvoorwaarden die de grondwet eist van politieke partijen die regeerverantwoordelijkheid of regeermacht moeten hebben. Dus we hebben gezegd aan die verschillende organisaties, kijk, wat voor ons belangrijk is, dat wij gaan voor een visie waarbij die visie nationaal is. Waarbij mensen rekening houden dat wij niet zo blij zijn dat mensen gaan voor etniciteit of gaan voor hun partijgenoten. Want je hoort uitspraken, ik moet aan de zijne denken en dat soort dingen. Wij moeten gaan voor Suriname. Welke politieke partij ook aan de macht komt, je moet gaan voor Suriname. Aan het einde, wanneer de strijd is gestreden, maakt niet uit wie de president is. Hij is de president van de Republiek Suriname. Dus ook de president van A20. Dames en heren luisteraars, met Steven Rijmen praten wij in Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Hoe kijkt u naar onze democratie, onze rechtsstaat en de leer van de trias politica? En vooral met wat zich nu momenteel afspeelt in ons land. Kijkende naar vonnis is uitgesproken door de rechter, voornamelijk tegen de heer D.C. Boutersen. Niet tegen de president Boutersen, maar tegen de persoon D.C. Boutersen. Waarbij hij 20 jaar celstraf heeft gekregen voor zijn medehandelingen in het gebeuren van 8 december 82. Hij heeft de mogelijkheid volgens de regeling om in verzet te gaan, om daarna vervolgens in hoger beroep te gaan. Ik heb begrepen vandaag, en dat is vanuit de krant van De Ware Tijd, die het heeft gepubliceerd op haar website, dat de advocaat heeft medegedeeld dat voor alsnog zijn klant, zijn cliënt, Boutersen, niet in verzet zal gaan. Hoe kijkt u tegen dit alles en hoe denkt u dat het zich gaat afspelen? Ik denk dat wat men vaak vergeet en wat we vaak horen dat de president toen gezegd heeft, dat hij eigenlijk degene is geweest die gezegd heeft, laat het onderzoek komen. Het is toen geworden een rechtszaak. De persoon Boutersen is veroordeeld tot 20 jaar. Als we goed geluisterd hebben naar de president, heeft hij gezegd in zijn eerste verklaring dat hij alle rechtsmiddelen zal gebruiken die de wet hem aanbiedt. Als we vandaag horen van zijn advocaat dat hij niet in verzet is. Ik denk dat als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is, denk ik wel dat we het wel een van de meest democratische presidenten hebben gehad. En misschien als ik dit zeg, gaan mensen zeggen, maar Rijmen van je kan zo aan zijn. Maar ik denk als je om je heen kijkt, mensen die aan de macht zijn, zouden niet toelaten dat hun eigen rechters hun zouden veroordelen. Men zou alles doen om dat te voorkomen. Ik heb het niet zien gebeuren, we hebben juist gezien dat nadat de president democratisch gekozen is, voordien kunnen we daarover niet praten, maar ik praat over de periode dat hij democratisch gekozen is, ondanks je vele harde politieke taal hoort van politici en DNA-leden, hebben we toch gezien dat men de rechtsgang heeft laten plaatsvinden. Maar, en dat is een grote overwinning. Maar ik wil u wel onderbreken en misschien herinneren, of u kunt mij corrigeren, er is wel een poging gewaagd door artikel 148 in werking te brengen, door die procureur-generaal te ontslaan, welke totaal falikant mis is gelopen en men heeft toen die brief ingetrokken. Dus er is wel een poging gewaagd om in te grijpen in het systeem. Maar als we eerlijk moeten zijn naar elkaar toe, Farid, als ik de president ben, ik zou alles doen wat ik kan doen met de rechtsmiddelen die daar zijn.
En mijn interpretatie, of de interpretatie die mijn advocaten me geven. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat dingen niet door zullen gaan. Dat is normaal. Maar gelukkig dat in Suriname genoeg mensen zijn opgestaan om te zeggen, luister, die interpretatie die jullie hebben, of die jullie hadden, is ondemocratisch. Daarom hebben we de deskundigen die aan de bel hebben getrokken. En gelukkig dat die president toen opdracht heeft gegeven dat, oké, laat dat ding. Maar het is doorgegaan. Vandaag is er de rechtgang toch plaatsgevonden. Ondanks alles. En de president is veroordeeld tot 20 jaar. Heeft genoeg. Niet de president. Hè? Of de heer Bouterse. Want correctie. Mensen maken de fout door het instituut erin te brengen wat niet het geval is. Absoluut niet. Ja. Dus die correctie is helemaal. Ja, dus niet tegen u, maar algemeen. Ja. En de president heeft nu de mogelijkheden. Die de wet hem aanbiedt, zoals elke verdachte of elke persoon die veroordeelt. Hij moet er gebruik van maken. En als het toch iets anders wordt, dan zijn er momenten waarop je nu gaat gaan kijken, wat moet er nu gebeuren? Is het maatschappelijk geoorloofd om bepaalde dingen te doen? Mm-hmm. En dat zijn de dingen waarover we ons nu moeten gaan brainstormen en gaan nadenken. En ik hoor heel wat mensen, heel wat dingen schreeuwen. Maar dingen zijn niet zo makkelijk zoals men dat schreeuwt. Ja. De realiteit is heel anders. We hebben gezien dat na de uitspraak grote mogendheden, en dan geen kleine mogendheden, de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland met een gezamenlijke verklaring zijn uitgekomen, waarin zij kenbaar hebben gemaakt om het rechtsproces zijn gang te laten voortzetten, normaal. Ze hebben beroep gedaan om het rechtsproces niet te storen. Daarna is de regering met de verklaring uitgekomen en de regering is de mening toegedaan dat het inmenging is in binnenlandse aangelegenheden. 24 uur geleden is de ALBA-organisatie, welke een Latijns-Amerikaanse organisatie is van Zuid-Amerikaanse landen en Caribische landen, overigens ALBA is compleet mislukt, want alle leden van ALBA zijn weg. De grote leden van ALBA hebben ALBA nooit gesanctioneerd. Dat zijn Brazilië en Argentinië hebben de verklaring nooit getekend. Dus in ALBA zijn over Cuba, Venezuela, Nicaragua en 6 kleine Caribische landen die sowieso geen supermacht kunnen zijn. En die hebben dan gezegd dat de Amerikanen en de mensen, de Amerikanen, de Spanjaarden, de Engelsen, de Nederlanders, niet moeten bemoeien met deze aangelegenheid. Maar tegelijkertijd komen zij wel uit met de verklaring ook. Hoe kijkt u er tegenaan? Wordt er nou wel bemoeid? Mag de wereld wel kijken of de rechtsgang op de juiste manier plaatsvindt of niet? Of mogen ze daarover ook geen oordeel gaan vellen? Kijk, als Suriname een verklaring geeft via buitenlandse zaken dat ze dat denken, mag dat, is een mening. Maar persoonlijk denk ik dat deze zaak al zoveel jaren gaande is. De laatste 12 jaar wordt deze zaak gevolgd door verschillende mogendheden. En ik denk dat als de mogendheden altijd hun waarnemers hebben gestuurd, OAS noem maar op, heeft ook zijn waarnemers gezien. En Suriname altijd gecomplimenteerd werd over de manier hoe de zaken verlopen. En nu het oordeel is gevallen en men nu een statement maakt. Ik heb geen moeite ermee. Ik heb geen moeite ermee als mensen een statement maken. Ik denk dat waar we naar moeten gaan kijken is dat wij als Surinamers die hier zijn, wij hebben de realiteit. De president heeft zijn rechtsmogelijkheden. Als hij er gebruik van wil maken, ja of nee, dat is punt 2. Dat laten we voor hem, of voor de heer Bouterse, of de president. Wat wij moeten kijken is, wanneer dit allemaal achter de rug is. En er nu een beslissing moet genomen worden. Wat zijn de stappen die wij samen als Surinamers zullen nemen? Dat denk ik is het meest belangrijkste. En dan moeten we gaan kijken. Is het wel noodzakelijk dat je die stap neemt? Want u hebt gezien, de rechters hebben hun uitspraak gedaan, maar ze hebben bijvoorbeeld geen gevangenneming geëist, omdat ik denk dat ze keken naar de situatie, die realiteit die daar is. En het is uniek, u hebt het gevolg internationaal, dat men het uniek vindt, dat er geen gevangenneming is gevraagd. Dus ik denk dat ook de rechters weten in wat voor situaties, en ook elke politici en ook elke Surinamer, weten dat het niet zo makkelijk is als hoe dat gezegd wordt. Dus wij moeten in deze tijd, en ik wil... Waarom zegt u dat het niet zo makkelijk is? Is de persoon een gevaarlijk persoon? Als we de nadruk zeggen, het is niet zo gemakkelijk. Want als het een burger zou zijn, bij wijze van spreken, dan had die waarschijnlijk een andere behandeling.
En dat de rechter ook waarschijnlijk geen gevangenneming hebben gelast, is omdat de rechters 12 jaar geleden ook geen voorarrest hebben gelast. Omdat je kan mensen ook geen 12 jaar in de voorarrest houden. Dus je gaat ervan uit dat de rechters hebben gezegd, ja, wat maakt 2 weken uit om in verzet te gaan door je te laten rondhuppelen. Ja. Dus dat is ook een uitgangspunt. Maar waarom leggen we zo de nadruk? Het is niet zo gemakkelijk. Wel, als de uitvoerende macht de opdracht zou krijgen om het te doen, zal het instituut-president zichzelf laten opsluiten? Ik denk het niet. Of zelf laten gevangen nemen? Ik denk het niet. Ik denk dat die politieke realiteit is daar. Daarmee moeten we wel rekening houden. Hoe dan ook hebben een heel groot aantal Surinamers gestemd op de politieke partij van de NDP, waar de heer Boudersen de leiding aan geeft. Je moet rekening houden daarmee. Suriname is verdeeld. Men gelooft het of men gelooft het niet. Wij weten dat het zo is. Ik denk dat wat Suriname nu te wachten staat is, rechtsgang heeft plaatsgevonden, er is een veroordeling. Laten we gaan kijken samen hoe alles in goede banen te leiden, zodat wij terug kunnen gaan naar de orde van de dag. En daarin zal sowieso de heer Boudersen een belangrijke persoon zijn die dat zou moeten helpen leiden. Begrijp je? Hij heeft een verantwoordelijkheid als president naar het land. Hij heeft beloofd dat hij zich zal onderwerpen te alle tijden aan de grondwet. Maar we weten ook dat er een andere realiteit daar is. Niemand wil 20 jaar brommen. Ook al heeft het recht plaatsgevonden en men heeft gezegd dat je de dingen gedaan hebt. De realiteit is anders dan wat wij ons voorstellen. Men gelooft het of men gelooft het niet, maar de heer Boudersen heeft toch een grote publieke aanhang. En we kunnen zeggen wat we willen, maar dat is de realiteit. En ik werk met de realiteit. Net zoals ik werk met de realiteit dat in Suriname er niet geen eigenlijke nationale visie is, maar dat er meer partijvisies zijn, waarbij mensen even komen en regeren en weg. Zou het dan zo kunnen zijn dat omdat mensen grote aanhang hebben en bij eventueel vonnis je het vonnis maar overboord moet gooien omdat iemand de aanhang heeft? We hebben nooit gezegd dat het vonnis overboord moet gegooid moet worden. Laten we zeggen rekening houden. Maar op het moment dat je rekening houdt, dan begin je al te rommelen aan het vonnis. Nee, je rommelt niet aan het vonnis. Het vonnis zit daar. Ja. Maar ik denk dat we genoeg wijze mannen hebben. Die moeten doen wat ze moeten doen, zodat de dingen plaats kunnen vinden die moeten plaatsvinden. En kijk, ik hoor van wat een van de grote Surinamers toen de tijd heeft gezegd, was in een programma. En dat het zo ver gekomen is, bepaalde dingen zo ver zijn gekomen, dat we een president vandaag, een persoon hebben die president is en dat hij veroordeeld heeft, is niet alleen heden vandaag de schuldige van de mensen van vandaag. Het heeft allemaal te maken met de periode waarbij wij in de gelegenheid waren, het Surinaamse volk, de mensen die we gekozen hadden, om wetten te maken, om ervoor te zorgen dat mensen met een vonnis nooit dat soort ambten kunnen dragen. Maar als je kijkt naar de leiders die we gehad hebben, want wij praten over de persoon Boudersen, maar er zijn ook andere personen die ook vonnissen hebben en die eigenlijk nooit in de DNA moeten zijn of nooit voorzitter van de DNA moesten zijn geweest. Maar wij hebben eigenlijk ergens compromis gesloten. Misschien vanwege de geest die toen aanwezig was. Het machtvraagstuk dat toen aanwezig was. Dus vandaag zitten we in een soortgelijke situatie. De leiders van toen, ga ik ervan uit dat zij vanuit hun geweten toen gehandeld hebben en gezegd laten de zaken gaan zoals ze nu zijn. Wij zijn nu in een andere dimensie gekomen. Er is een veroordeling. Ik denk dat wij, en ik zeker als geestelijke leider, zal adviseren dat wij als wijze mannen gaan kijken hoe we dit ding in rustige banen kunnen. Suriname heeft niet nodig nu dat het in een andere baan zal gaan dan rustige banen om te komen tot een oplossing. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans Kalajorkal. We praten met de heer Steven Rijmen. Hij is de voorzitter van de politieke organisatie Alternatief 2020. Meneer Rijmen, in en rond de periode van de onafhankelijkheid hebt u ook gezegd, we hebben als natie gefaald. Absoluut. En u zegt ook, is het Surinaams volk daadwerkelijk onafhankelijk? Ja. Waarom hebt u die stelling geponeerd? Als natie hebben we gefaald omdat we in feite, wanneer je praat over onafhankelijkheid, wil je geen afhankelijke Surinamers hebben. Afhankelijk aan Surinamers aan politieke partijen. Afhankelijke Surinamers die studeren en koste wat koste in het gouvernement willen gaan werken. Ambtenaar willen worden.
Dat betekent dat wij ons volk niet hebben kunnen scholen op een zodanige wijze dat ze onafhankelijk zijn. In bepaalde landen is het bijna schande om ambtenaar te zijn. Dus wij als volk hebben gefaald, waarschijnlijk door het onderwijs dat wij gedaan hebben, door de leiders die we hebben. We moeten gaan kijken precies waar het falen geschied is. Vandaag aan de dag zie je niet dat zie je weinig leerkrachten, zie je weinig artsen die gezien worden als rolmodellen. De mensen die gezien worden als rolmodellen zijn corrupte politici, drugsdealers, noem maar op. Die worden gezien door onze jongelui als rolmodellen. Dat houdt dan in dat deze jongelui afhankelijk blijven van dit soort rolmodellen en voorbeeldfiguren die we hebben, die niks anders willen hebben dan die macht behouden en niet het volk scholen op een zodanige manier dat het volk onafhankelijk kan zijn. Dus ik heb die stelling ingenomen dat wij als Surinamers ons hand in eigen boezem moeten steken, moeten gaan kijken waar hebben we gefaald. En wij moeten ervoor zorgen dat nu, anno 2020, zo meteen bij de verkiezingen, dat er weer consensus wordt bereikt. Is iets waarvoor ik pleit. Dat er vanaf begin consensus wordt bereikt. Dat er mensen met een vonnis niet op bepaalde posten zullen zijn. Niet eens op bepaalde lijsten zullen zijn. Er moet van een consensus bereikt worden. Zodat onze jeugd ander soort rolmodellen heeft dan de rolmodellen die we hier hebben. En dat betekent niet dat ik mensen veroordeel, maar de feiten liggen daar. Yeah. Dus we hebben gefaald als samenleving. En als politici het geweldig vinden om te zeggen dat wij gaan pakketten geven, wij gaan meer pakketten geven, dan hou je de mensen nog meer afhankelijk. Waarom zullen we niet gaan denken om mensen te maken tot productiedenkende mensen? Dat ze businessen, kleine ondernemingen gaan doen. Maar we moeten ze scholen. Dat betekent we moeten het hele onderwijssysteem gaan veranderen. En om daartoe te komen heb je de leiders nodig om het te doen. Ik heb altijd gezegd, alles staat en valt met de leiders. Als je die leiders ziet, kan je eigenlijk een indicatie hebben wat voor volk je zal hebben. Dames en luisteraars, met Steven Rijmen praten wij, voorzitter van Alternatief 2020. Jullie organisatie maakt zich enorm grote zorgen over ons milieu. Absoluut. Waarom leggen jullie zo'n nadruk erop? Een van de dingen die we gezegd hebben, meneer Farid, is dat Suriname op de eerste plaats moet zijn in elke onderhandeling. En eerder had ik gezegd dat wanneer we praten over Suriname, praten we niet alleen over de Surinamer, waar dan ook ter wereld. We praten niet alleen over de Surinaamse samenleving, dus de waarden en normen die men propageert als multinational, maar we praten ook over milieu. Dat betekent elke deal die je maakt, wat zullen de gevolgen zijn voor ons milieu? Dus wij maken ons wel zorgen. En ik was in een ander vraaggesprek waar men niet zo blij was toen ik zei dat ook al gaan we zaken doen met grote mogendheden als Amerika en Nederland, wij moeten staan als onafhankelijke Surinamers en deals maken die internationaal en aanvaardbaar zijn. En geen deals maken omdat we kosten wat kosten geld nodig hebben, dus we gaan het doen. Wanneer je kijkt bijvoorbeeld in de deals van goud en bauxiet, en wij hebben misschien dat soort deskundigen niet zoveel, maar als mensen werkelijk zouden gaan onderzoeken wat de milieuvervuiling is die achtergelaten is, denk ik dat we veel meer geld gaan verdienen dan wat we verdiend hebben met de inkomsten die we gekregen hebben. Maar die deskundigheid is er misschien, maar men zet het niet aan het werk. Onze leiders zijn niet leiders die gaan zeggen, laten we dat ding gaan onderzoeken, laten we gaan checken dat werkelijk nu wij bijvoorbeeld de deal met Amerika hebben opengebroken. Voordat we die deal hebben opengebroken, laten we gaan kijken als er gevolgen zijn gebreken voor het milieu. Ja, bent u tevreden met de afhandeling van de Suralco-overeenkomst? U wilt het openbreken van die Brokopondo-overeenkomst, want Suralco is al exit. En nu moeten wij de boel afhandelen. Bent u tevreden met de afhandeling en de manier hoe het milieuvraagstuk in dit geheel is afgehandeld? Absoluut niet. Alleen het feit, en wanneer ik je dit soort dingen zeg, dan denken mensen, je zegt deze dingen gewoon zomaar. Maar alleen het feit dat de Amerikanen gevraagd hebben om niet verder te gaan. Maar je hebt wel andere landen die in de race zijn om diezelfde bauxiet te komen ontwikkelen. Moest al een lampje gaan branden en zeggen, maar waarom willen deze mensen weggaan?
Voordat ze weggaan, laten we eerst internationale milieudeskundigen komen en beginnen te onderzoeken. Als er geen rommels voor ons achtergelaten die we na 20, 30 jaar misschien kunnen ontdekken. Dus ik ben helemaal niet tevreden. Ik vind niet dat het akkoord moest opengebroken worden. En als men het toch wil openbreken, moest men genoeg geld er terugvinden. In feite hoef je geen deal te maken zoals het nu gemaakt is. Jij wil openbreken, laat een ander soort deal. Betaal me. Begin me te betalen al de winsten die je zou maken. Laat me mijn deskundige en internationale deskundige aan het werk zetten. En kijk, want je wil weggaan bijna zoveel jaren voordat het beëindigd is. Dus daar zie ik dat het nationalistisch gevoel en vaderlandse liefde is ontbroken door de Surinamers die deze deal hebben opengebroken. En dat is waar tegen we strijden, dat is fundamenteel onrecht. Want elke Surinamer, elke keiharde nationalist zou zeggen, maar zij de man is wangwe. Koluku zij de man wangwe. Want als zij weg willen gaan, maar andere landen in de race staan om toch bauxiet hier te komen ontginnen, dat klopt iets niet, toch? Ja. Met Steven Rijmen praten wij vandaag in Rajit Pierkanske Lajorkel. Hij is de voorzitter van Alternatief 2020. Meneer Rijmen, de landbouwsector neemt ook een belangrijke plaats bij jullie in. We praten al 10 jaar dat we landbouwland zijn op een paar hectare bananen en groenten en rijst. Kunnen we ons niet het predicaat van landbouwland of spelden. Maar vanwege het feit dat we enorm veel grond bezitten, gaan wij altijd vanuit dat we een landbouwland kunnen zijn. Kunnen we een landbouwland werkelijk worden? Absoluut, maar dan ga je die randvoorwaarden moeten creëren. Die randvoorwaarden is dat je moet gaan kijken naar je onderwijs. Ik doe vaak motivatiegesprekken en ik zeg tegen de kinderen, als je in de landbouw wil gaan, wil ik in je kamer komen, geef me toestemming. Als je landbouwdeskundige wil worden. En ga je kijken als je werkelijk helemaal met die visie vervuld bent. En ik zeg ze, weet je waar naar ik ga kijken? Ga kijken als er een tijerbladboom in de hoek is geplant daar. Ik wil dingen zien. Als je architect wil worden, wil ik architectuur zien in je kamer. Wij Surinamers praten over de dingen. Maar we hebben niet eens een universiteit die eigenlijk gericht is puur op landbouw. We hebben misschien, heb ik begrepen dat er iemand probeert nu iets te organiseren en wat les probeert te geven. Maar ik praat over puur een universiteit of een discipline die zich bezighoudt met landbouw. En dan worden mensen boos, maar je hebt een moederland. Een moederland als Nederland die niets gronden heeft als ons, maar dingen exporteert die te maken hebben met de landbouw. Je zou genoeg deskundigheid naar binnen kunnen brengen en je universiteit zodanig inrichten dat mensen in plaats dat de rechter en advocaat en jurist en artsen willen worden, ook een discipline hebben waar ze kunnen gaan studeren. Faculteit der landbouwwetenschappen, whatever. En dat ze gaan studeren. Maar het heeft te maken met awareness. Wij kunnen niet alleen maar zeggen, we zijn de schuur van het Caribisch gebied, maar we scholen onze jeugd niet. We motiveren onze jeugd niet om in die richting te gaan studeren. Moeten ze niet beter zeggen, wij hopen de schuur te zijn, want we zijn die schuur niet. We zijn de schuur niet, omdat als je de schuur wil zijn en je in feite, kijk maar in die supermarkt, landbouwproducten in blikken importeert. Je importeert dingen uit andere landen die je zelf kan planten. Wie houdt wie voor de gek? Dames en heren, met Steven Rijmen praten wij vandaag in Rajit Pierkanske Lajorkel. Meneer Rijmen, nu even ter afronding. U gaat de verkiezingen in mei 2020. Verkiezingen die kosten geld. Ja. Elke vlag, elke trui, elke vergadering, dat heeft een kostenplaatje. Die brengt een kostenplaatje met zich mee. We gaan er gevoeglijk van uit dat leden en mensen rond de organisatie dat ophoesten. Maar wat zijn uw kansen om minimaal 1 zetel te bereiken? Tenzij u hogere verwachtingen hebt, dan corrigeert u mee. De kansen zijn groot dat we zetels kunnen bereiken. Zoals ik u al eerder zei, is dat wij niet geloven dat je moet stemmen op personen. Maar je moet stemmen op ideologie. En je moet ook gaan kijken, uiteraard, wie draagt die ideologie uit? Dan kom je een beetje toch wel naar de persoon, naar de leider. En we hebben gezien dat in de verkiezingen, de afgelopen verkiezingen van Suriname, dat de mensen toch stemmen op een persoon. Als Suriname toch terug wil gaan naar een land dat normen en waarden hoog in het vaandel heeft, dan denk ik dat Suriname ook moet gaan kijken nu naar ander soort leider. Ander soort leiderschap, mensen die bewezen hebben
dat ze onbaatzuchtig zijn en dat ze dienstbaar leiderschap kunnen propageren en kunnen demonstreren, want de trekker zit daar. Dus wij denken wel dat er genoeg mensen zijn die eigenlijk moe is van partijpolitiek, moe is van etnische politiek, moe is van vriendjespolitiek. Wij hebben vanaf dag 1 gezegd, we zijn niet erop ingegaan, misschien kan ik het aanhalen, dat wij gaan voor een technisch kabinet. Wat houdt een technisch kabinet in? Een technisch kabinet is dat je de right person zet on the right place. Dan maakt het niet zoveel uit als de persoon niet van A20 is, als de persoon apolitiek is, maar als hij deskundig genoeg is en voldoet aan de criteria, het profiel, dat wij zoeken van een leider voor Suriname, een minister voor Suriname, dan maakt het niet zoveel uit om die persoon daar te zetten. Dus ik denk dat Suriname kijkt naar ander soort leiderschap. Leiderschap dat gaat voor een nationale visie. We hebben, elk jaar zeggen we in de assemblée dat we een MOP hebben, maar wanneer je kijkt naar die begroting en je kijkt naar die MOP, dan lopen ze niet parallel. Dus ik ben voorstander van dat er een nationale visie komt, waarbij partijen samen, ook al zijn ze in verschillende, hebben ze verschillende dingen, ideologieën, maar dat er een moment moet komen dat wij zeggen, wij gaan voor Suriname, wij doen een technisch kabinet gedurende 3 jaren en wij zorgen ervoor dat wij wetten maken dat welke regering ook komt, dat de verplicht is om wat al gaande was voor te zetten, de goede dingen. Mm-hmm. En wat niet goed is, kunnen wij verbeteren. Maar we moeten ophouden van, zodra er een andere regering komt, dan komen we met mooie woorden van gewijzigde beleidsinzicht. Dat is annationaal. Maakt niet uit wie je bent, VAP, NDP, ABBA, wie je ook bent. Als de vorige regering goede dingen heeft gedaan, als je nationalist bent, dan moet je alleen gaan kijken hoe kan ik verbeterpunten brengen. Maar je kan niet mensen beginnen te reshuffelen en dat soort toestanden. En goede dingen, omdat jij politiek niet ermee zal scoren, stoppen. Waardoor je het land in achteruitgang weer brengt. Meneer Steven Rijmen, gezien het feit dat er een wet is aangenomen in onze Nationale Assemblée een paar maanden geleden, waarbij er geen combinaties vooraf meer geformeerd mogen worden, kunnen we er gevoeglijk uitgaan dat A20 alleen de verkiezingen uitgaat? Of kijkt A20 toch nog naar mogelijkheden om ergens down the road binnen de wet met andere partijen door te gaan? Want het kiessysteem van ons, u kent dat, dat pakt 8000 stemmen voor de eerste zetel in Paramaribo. Dat is bijna pakweg 6.500 tot 7000 stemmen voor de eerste zetel in Wanica. U moet er 685 plus kandidaten landelijk hebben. Wilt u alleen gaan in de verkiezingen? Hoe gaat u daarmee omgaan? Want dat zijn veel stemmen, veel mensen, groot grondgebied. Ja, het is simpel. Ik heb gezegd aan Suriname, en ik zeg het weer aan Suriname. Als Suriname op dezelfde pad door wil gaan, dit soort leiders wil hebben, moet Suriname gewoon kiezen voor die leiders die ze, waarmee ze verder willen gaan. Maar als Suriname iets anders wil hebben, want Travasde, een ander soort politiek, moet Suriname dan voor A20 stemmen. A20, zolang de wet dat verbiedt, is dan verplicht om alleen in de verkiezingen te gaan. Dus wij gaan alleen de verkiezingen. Tot nu toe ziet het er naar uit dat we alleen de verkiezingen gaan. Wij geloven dat er genoeg Surinamers daar zijn die iets anders willen, die een ander soort politiek willen hebben, die een ander soort samenleving willen hebben, die een ander soort overheid willen hebben. Dus daarom zeg ik, A20, wij hebben een boodschap, een ander soort boodschap. 1 van een dienstbare politiek, 2 van een dienstbare overheid, 3 van een dienstbare samenleving en 4 van een dienstbare leider die onbaatzuchtig voor alle Suriname, van wie, welke etniciteit u ook bent, welke geloofsovertuiging ook bent, om die Surinamers te dienen, waar dan ook ter wereld, en ervoor te zorgen dat de Suriname naar een hogere niveau gaan en dat waarbij Surinamers van afhankelijkheid gaan naar onafhankelijkheid. Dus A20 is niet bang om alleen de verkiezing te gaan. Wij geloven dat er meer dan 8000 mensen daar zijn die iets anders willen. Meneer Steven Rijmen, mag ik u bedanken voor uw komst naar Rashid Pierkans Kala Djorkal. Ik hoop u een andere keer weer te mogen uitnodigen, als u tenminste ook wel beschikbaar bent, als er nieuwe aangelegenheden zijn die we wensen te bespreken met u. Ik wil u ook bedanken. Alternatief 2020.